lieve schorpioenen van mij. Wat hebben we deze maand voor jullie? Ik zeg hoera, hoera, hoera. Want het werk gaat heel positief draaien. Er is wel een klein addertje onder het gras. En dan begin ik met het positieve. Kaarten zijn van Kim Cram. Zij is een designer, een tarot lover. En zij heeft ook animal spirits gemaakt. En ik heb voor jullie de tiger getrokken. En wat betekent dit? Alles waar je bang voor bent, je eigen schaduwzijde, schaduwzijde van andere mensen, conflicten. Jullie zijn de voelers, dus voelen alles. Maar zijn ook het teken wat wegkruipt als de confrontatie er is. Liever niet. En wordt het heel erg spannend, dan steekt de eigen schorpioen zich liever zelf dood dan dat hij de ander tegemoet treedt en daarmee confronteert. Het is juist de bedoeling, met de Eye of the Tiger, met zoveel power, met zoveel kracht, ga je demonen tegemoet. Die eerste week is eigenlijk dat thema. Niet schrikken, het is devil, maar de devil betekent ook de kaart van de illusies. Je zit niet vast, je bent niet verslaafd, er is niets wat je niet aan kan. Bevrijd jezelf van het oude, want je blijft er maar steeds in terugvallen en blijft het maar steeds karmisch herhalen. En het is de bedoeling dat het stopt, want hier komt de zegen en de voorspoed aan. Er staat heel veel in je tiende huis, dat is carrière, je werk, de plek in deze wereld, je purpose, en dat staat heel erg goed. En ook veel in het elfde huis, op vrienden, je verlangens, je hopen en dromen, dus het is fantastisch. Oké, wat hebben we in die tweede week voor je? Veel in je tiende huis, Mercury komt in je tiende huis. Dat is heel erg positief voor je carrière ook. En wat hebben we? De Two of Pentacles. Er komt veel op je af, veel nieuwe mogelijkheden, want legal matters gaan positief jouw kant op vallen, contracten die getekend moeten worden of niet getekend moeten worden juist. Er komt heel veel positiviteit op je af. En dat is die Two of Pentacles. Oké, het is een beetje balanceren, maar als je het stapje voor stapje doet en je luistert naar mensen in je omgeving en je distilleert wat is voor mij het allerbeste, dan ga je de juiste keuzes maken. Maar hier moet je eerst ballen in je broek hebben en dan kunnen we gaan oogsten. Want dat is de derde week, 15 augustus is het volle maan en het komt bij jou in je vierde huis. Dat kan zijn dat je gaat verhuizen, dat je huis verkocht wordt, dat je op een andere plek gaat wonen, dat je van locatie verandert, dat je familiesituatie verandert. En er is ook nog eens die Seven of Pentacles. Dus dat kan ook zijn dat de manier waarop je je geld verdiende verbreedt of verandert. En je moet dat loslaten wat niet meer bij je past. Maar dat kunnen dus natuurlijk ook je angsten zijn, maar dat kunnen ook werkjes zijn waarvan je zegt van, nou oké, het voelt als corvée. Ik werk liever harder op die klus of in die baan dan op mijn dode akkertje in die andere. Dus dat betekent ook dat je dus heel erg eerlijk tegen jezelf moet zijn. Want Seven of Pentacles, de traditionele betekenis is dat je ontevreden bent over je werksituatie. Terwijl het eigenlijk, de Seven is een harmonieuze kaart, een spirituele kaart en is de Seven of Pentacles. Dus het komt naar je toe, dat werk. Want dat is de eerste, de tweede week en de derde week komt dat naar je toe. Oké, de vierde week vanaf 19 augustus. Kijk eens, dat bedoel ik. Daarom was ik zo blij voor jullie. De Empress. Oké, er is dus overvloed. Je gaat stralen van binnenuit. Mensen gaan je hernieuwde kracht zien. Ze hebben geen vat meer op je met hun oude patronen. Dus jij komt in je kracht. En dan weet je heel goed, oké, dat moet ik doen en dat wil ik niet. En zo kan ik dat. En ook, je krijgt echt ingevingen die vierde week. Want dat komt in je elfde huis, op je verlangens, op vrienden, op social networks. Jij gaat echt voelen, oké, sommige dingen moet ik afstoten, ook in mezelf. En dan kan ik ze ook afstoten in de buitenwereld. Echt naar die upgrade gaan, want kijk eens, die zegen en die overvloed. En het komt allemaal in je elfde huizen staan. Mars komt in je elfde huizen staan, dus je hebt nieuwe energie om de boel aan te pakken. Venus, dat maakt je passioneel, nou dat deed de tijger al voor je. Passioneel, romantisch,
seksueel, je bent helemaal electrified. De zon komt daar nog eens een keer bij, woehoe, ook in je 11e huis. Dus ja, je ziet het al een beetje, die boom staat ook een beetje in de fik met zijn aura. En dat gaat voor jou ook gebeuren. En er is een nieuwe maan, dus het is ook nog de 30e augustus. Dus het is ook nog eens de tijd om nieuwe activiteiten of nieuwe initiatieven of ja, nieuwe plannen of nieuwe liefdes of nieuw huis of een nieuwe baan of een nieuw werk of een nieuw initiatief. Er is heel veel zegen voor je. En dit, oké, dit voelt een beetje als zand in je onderbroek of een steentje in je schoen. Hé, jakkes heb ik geen zin in. Ja, oké. Schoen uittrekken, jezelf schoonmaken. Oké, het oude laten voor wat het is. Ja, en daar hebben we moed voor nodig. Nou, daar heb ik een verrassing voor je. De schorpioen is heel erg moedig. Het vergt heel veel moed om in crisissituaties je eigenlijk jezelf als metafoor. Hè? De schorpioen steekt zichzelf liever dood dan dat hij de ander iets doet. Maar het is de bedoeling nou, oké, kom eens uit je oude patroon. En ga daar eens boven staan. Ga eens boven die tja-tja-tja van aftrekken en aanstoten. En stop eens met die grammofoonplaat afdraaien van oké, zo was het, zo zal het altijd wel zijn. Arme ik en niemand is voor mij. Want het is een illusie. Het is een illusie. En jij kan vrij zijn op het moment dat je dat beslist. En voor de schorpioenen zou ik willen zeggen, ik heb een prachtig e-book geschreven. Brain Science met Mabel, een shortcut naar geluk. Mail me even mabelvandedungen@gmail.com en dan stuur ik je dat gratis toe. En dan staat in hoe je met Theta meditatie 95% van die oude patronen kan herprogrammeren. Nou, ik hoop dat je dit een mooie en fijne reading vond, ondanks alle hitte. Word lid van mijn channel, dat zou ik ontzettend leuk vinden, of schrijf er iets onder. En ik stuur je al mijn liefde, mooie, passionele, prachtige wezens van me. Het gaat allemaal goed komen. Beetje dapper zijn. Dag.